luide muziek in kleine auto's. De tijd gaat verder, maar we zijn niet auto's. In de Beursschouwburg spelen vandaag de dag niet zoveel rockgroepen meer. Dat is nogal avant-garde wat ze hier brengen. Maar zij vonden het een goed idee dat wij hier speelden, omdat we hier 15 jaar geleden gedebuteerd hebben. Dat was 15 jaar geleden heel angstig debuteren, omdat we hadden een cd gemaakt, maar we hadden nooit veel opgetreden met de mens. Dat was eigenlijk een groep die een beetje uit het niets ontstaan was. We hadden ook niet genoeg nummers om een set vol te maken, dus ik denk dat we een paar nummers twee keer gespeeld hebben. ja, zeer professioneel. Maar ja, dat maakt de charme uit. En vanavond gaan we ook al elk nummer twee keer spelen, daarom. Ja. Tot ergens onderweg. Ergens onderweg. Hoe komt het dat jullie het al 15 jaar met elkaar uithouden? Dat is een goede vraag. Ik weet dat eigenlijk niet. Dat klikt of dat klikt niet, hè. En ik kan daar echt heel moeilijk op antwoorden, eigenlijk. Ja, muzikaal sowieso. En op vriendschappelijk gebied, ja, dat is... Het kan niet beter zijn, hè. Dat is ongelooflijk melig wat ik hier allemaal zeg. Maar het is wel zo. Er zijn verschillende redenen waarom we al zo lang met elkaar uithouden. Een van de redenen is dat we maar met z'n drieën zijn. Dus dat scheelt tegenover een big band. Zijn dat veel minder ruzies die mogelijk zijn. De tweede reden is dat wij altijd heel eerlijk en recht voor de raap met elkaar zijn. Als er problemen zijn, worden die onmiddellijk uitgepraat. Niet in de zin van lange psychologische gesprekssessies, maar gewoon elkaar een beetje uitscheiden eigenlijk. En dat is het geheim van de formule. Wind was gaan liggen, de ijskast ontdooid. Jij was niet bereikbaar voor commentaar. Iedereen. We dachten altijd al hoogtepunten dat dat soort dingen waren zoals op Werchter spelen hebben gedaan. Werchter in de tent, Werchter op het groot podium, TV Classic, het voorprogramma van de Stones. Dat zijn allemaal hoogtepunten. Maar ja, de ervaring leert als je al 15 jaar bezig bent, dat je hoogtepunt even goed net kunt hebben. Vorige week in Gerardsbergen in een soort sporthal te spelen. En dat lijken dan niet zoveel belovende omstandigheden, maar dat zijn vaak de leukste concerten. Hè. Onder de Duin is een stevige rockplaat. Dat is echt een plaat van de groep De Mens. Die plaat ook echt met z'n drieën samengemaakt. Wij repeteren in een ruimte ongeveer zo groot als een kleine keuken. Dus zo 4x4. En dat is het leukste wat er is. Drie mannen van in de 40 die heel veel lawaai maken samen. Zeker als je zo bij verjaardagen sta je automatisch een beetje stil. Hè? Al 15 jaar bezig. Maar je mag niet stil blijven staan in de zin dat je geen nieuwe muziek maakt. Je moet jezelf altijd vernieuwen en daarom is die nieuwe plaat. Mooi zijn, lachen en mooi zijn. En dit moment wil ik herhalen. Dank u. Hoe lang gaan jullie het nog doen? Tot als we met looprekjes op podium moeten komen, denk ik. Ik weet het niet. Nog 15 jaar hoop ik erbij. Nee, zolang de mensen komen eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het criterium. Als de mensen niet meer komen, dan moet je stoppen. Want dan is tegen dat niet meer marcheren. Dan moet je terug in een hok gaan zitten en repeteren zeker.